Eindrepke Hoger komen voor in de vierde klasse D. En dat is de titelstrijd alles behalve nog beslis. Een van de ploegen die water aan midduit is de fusieclub van Vlodrop en Posterholt Oranje-Blauw. En ze gingen afgelopen zondag op bezoek bij Rios en Pei. Het bleef razendspannend in de vierde klasse D. Alles steeds dicht bijeen in deze klasse. Ja, het is allemaal aan één gewaag. We zijn na de winterstop zijn we goed uit de blokken gekomen. We hebben de eerste drie wedstrijden voor 7 punten gepakt. En dat kun je vertrouwen. En dat is juist ook druk. Nou, we zitten nog 5 punten van onze doelstelling af. We hebben gezegd, we willen 30 punten halen. Dan is de vierde klas veiliggesteld. En daar zullen we alles aan doen om dat te realiseren. Ik verwacht een zware middag. Rios heeft eigenlijk net voor de winter een goede serie ingezet. Hè. Maar als ik zie, hebben we vorige week tegen de koploper met 4-0 toes winnen. En dat heb ik de jongens net ook voor gehaaien. Als ik zelf serieus wil noemen, dan moest hij vandaag met 3 punten weggaan. En alles wat minder is, ja, dan heeft het vorige week komt natuurlijk een ander daglicht te staan. Maar ik ben ervan overtuigd als ze die instelling op de mat liggen. Van de vorige week, dan moet het vandaag goed komen. Beide trainers weten wat er op het spel staat. En zeker Oranje-Blauw, dat nog in de race is voor het kampioenschap en vorige week van de koploper won. Ze willen hier vandaag winnen. Maar in een saaie eerste helft is de beide ploegen geen potten te bereiken. Het echte vuurwerk zou pas in de tweede helft komen. Was in een adepe bal van Oranje-Blauw. Dus invaller Jip Roemen de balmaas richting de kurnervlag stuurt. Maar daar staat alleen aanvoerder van Rios, Jeroen van Lumeg. En dat probeert de bal dan af te schermen. Maar raakt de bal dan toch kwijt. De keeper raakt de bal niet. En dan de goal. Art Bommer scoort. Ja, wij mangers. Art Bommer is er altijd als de kippen bij. Als er doelpunten te maken kunnen weren. En dat is een domper voor Rios. Bal kwijt raken op de achterlijn. Het goed doorzetten aan de zijkant van Zontaak. En het is Art Bommer die scoort. En zo komt de huidige nummer 2 in de vierde klasse D op voorsprong. En omdat ondertussen ook koploper FCV en Venlo in eigen hoes RKAVC uit Azeroy versloeg met 3-1, hij Oranje-Blauw de 3 punten hel nodig om op 1 punt van de koploper te blijven. Of kost Rios dan nog gaat druk doen? Het is invaller Ilja Pavicic, de Jules Horsmans bedient en die schiet de bal net neven de goal. En dus duidt Oranje-Blauw waar het doen moet. Het blijft op 1 punt van koploper, nog altijd in de titelrace. En Rios blijf een stevige middenmotor in die vierde klasse D. Met nog 6 wedstrijden te gaan zijn ze echter nog altijd niet veilig. Zowel onderin als bovenin blijft het in de vierde klasse D spannend tot de laatste dag.